Dinette, we hebben een heel gesprek gehad over, nou ja, over jouw jeugd in Hattem en hoe je in Amerika terecht bent gekomen. Je hebt ook een mevrouw Spannenberg ontmoet. Hoe ben je daar bij terechtgekomen? Nou, die heb ik ontmoet hier in Hattem toen wij met, in Nieuw-Leuzen, toen wij met Klein Cor Canto een concert daar hadden. Want daar zat ik bij en ook Dick Oosterbroek zat daarbij. Die woonde in Nieuw-Leuzen. En zijn zus, Sarah, was over uit Amerika. Zij woonde in de buurt van Los Angeles. En ze was op dat concert en ze kwam het luisteren. En toen had ik al een beetje het idee om weg te gaan op reis. En toen vroeg ik dus haar, van stel dat ik ooit een keer die kant op kom, mag ik dan langskomen? En zij zei van, ja, dat is wel goed. Maar ze heeft me later verteld, ze dacht van, dat zal wel. Want er zijn wel meer mensen die wat zeggen, daar komt nooit wat van. Maar toen, 2 jaar later, toen stond ik dus bij haar op de stoep. En we kenden elkaar helemaal niet. Niet anders dan van die 5 minuten dat we elkaar gezien hadden op dat concert. En dat klikte enorm. En toen ben ik 2 weken geweest. En sindsdien ben ik al wel 8 keer terug geweest of zo. Het is echt superleuk. Het is zo leuk. Wat voor afstand praat je over dan? Dat je elkaar, wat je van elkaar verwijderd bent? In Amerika? Ja. Duizenden kilometers. Ik weet niet precies, maar zij zit aan de westkust van Amerika en ik zit meestal aan de oostkust van Amerika. Het is 5 uur vliegen. Je kunt bijna net zo goed naar Nederland vliegen. Ondanks dat ben je zo vaak bij haar geweest? Ja, want dan deed ik het weer op de ik kwam een keer terug uit Nieuw-Zeeland en moest ik naar Florida en dan had ik een tussenlanding in Los Angeles of zo en dan probeer ik wel bij haar langs te gaan. Of ik probeer het zo te regelen dat ik daar langs kom, zeg maar. En als ik dan vanaf de oost, ik was een keer naar Hawaii geweest, nou ook, dan blijf ik een paar dagen bij haar voordat ik daarheen ga. Oké, nou ja, goedemorgen familie Oosterbroek, Spannenberg. Goedemorgen. Kijk, Sarah zei net wel van, ik weet niet of mijn haircut er goed genoeg voor is. Ze wil eigenlijk de haar gedaan hebben, voordat ze bij jullie op de video gaat. Maar ze was zo'n leuke tuintje, haar prachtige patio aan het showen, dat ik denk, nou dat moet jullie ook even zien. Oké, mevrouw Spannenberg, we zijn hier allemaal in Amerika en ik zie dat u een kwartetspel van Hattem hebt. Hoe komt dat hier zo verzeld? Nou, dat zal ik je gauw even vertellen. Een heel leuk meisje uit Hattem in Nederland is bij mij op visite voor een heel weekend en die heeft dit voor mij meegebracht. En dat vind ik heel erg leuk. Ik heb de plaatjes nog niet allemaal bekeken, maar dat ga ik straks wel doen. Ik ben in Hattem geboren in 1928. En ik ben daar opgegroeid, naar school geweest, Van Heemstra school. En in Hattem opgegroeid. Ik was met Jan Spannenberg getrouwd in 1951 en in 1953 zijn we geëmigreerd naar Californië. En we hadden al een baby. Die baby is geboren in 1953 en is Trudy Spannenberg. Leuk. En waar woont u precies? Ik woon nu in Seal Beach, Californië. En is dat dicht bij Los Angeles? Ja, ik zou zeggen waarschijnlijk 60, 70 kilometer. Nee, mijlen. Zoals meer kilometer. Misschien 100 kilometer van Seal Beach af. Voor de laatste 21 jaar heb ik gewoond hier in Seal Beach, Californië. Ja. Dus u hebt uw hele leven hier geleefd? Ja. Dicht bij de Stille Oceaan. Oh ja, ja. Mooi. We kunnen erheen lopen als we dat willen. Wat hebt u uw hele leven gedaan? Ik ben verpleegster geweest. Ik heb eerst in Rotterdam een opleiding gehad. Maar toen ik hier in Californië was, moest ik natuurlijk weer naar college om te leren over de Amerikaanse geschiedenis en Engels, vooral Engels leren. En weer terug naar school een poosje en heb ik mijn akte gehaald voor verpleegster. En hoeveel kinderen hebt u ondertussen en kleinkinderen? Wij waren hier 2 jaar in Los Angeles. Daar woonden we de eerste paar jaar. En daar hebben we nog een tweeling gekregen. Okay. Een jongen en een meisje. En die hebben ook weer kinderen gekregen? Ja, die hebben ook weer kinderen gekregen. Het is eigenlijk een soort park.
En, maar er wonen heel veel mensen. En het zijn allemaal oudere mensen. 55 jaar of ouder. En we wonen hier bij elkaar. En zie, ik moest even denken. 6000 appartementjes en ongeveer 9000 mensen. Maar we kunnen hier van alles doen. We kunnen zwemmen, we kunnen golven, we kunnen van allerlei spelen doen. En er zijn clubhouses. En, het is heel gezellig. En ook voorzieningen, zoals een winkel of de dokter? De winkels zijn wel dichtbij, maar niet hier in het park zelf. Ook, en wel dokters. En hebt u het hier goed naar uw zin of mist u Hattem nog een beetje? Hattem heeft altijd nog een grote plaats in mijn hart. En ik moet dit zeggen, een immigrant is eigenlijk nooit een heel mens. Die is altijd, tenminste zo ervaar ik het, altijd half. Ik ben altijd half in Hattem en ik ben half hier, laat ik het zo zeggen. We hebben een goed leven gehad hier, we zijn gelukkig geweest. En ja, het is goed geweest. Het is een mooi land. En het klimaat is heerlijk. Ja. Het klimaat is ideaal. Hoe jong ben ik nu eigenlijk? Ik ben in mei 91 jaar geworden. Alle mensen. Ja. Dan ziet u er nog goed uit. Oh, dankjewel. En bent u nog actief of moet u verzorgd worden? Oh nee, ik ben heel actief. Ik zorg nog voor mijzelf. En ik rijd ook nog met de auto overal heen. Alleen ik rijd niet meer op de snelweg. Dat doe ik niet meer. Kijk, en dit is hoe het gaat als we de auto inladen. Sarah. Ik mag dus niet helpen, want hier staat de rollator. En normaal gesproken, als je gewoon 50 jaar jonger bent dan Sarah, dan zou je zeggen, oh, laat mij dat maar doen. Sarah, zal ik het doen? Zal ik de auto open doen? Zal ik de rollator inklappen? Nee, Sarah, even niks zeggen. En zal ik het doen? Dan kun je rustig gaan zitten en dan zegt ze, wat zeg je dan ook alweer? Can I hire you? Of ja, can I hire you? Of zo van, kan ik je in dienst nemen? Nee? Nou, dan moet je me hier ook niet meer lastigvallen. Dat bedoelt ze. Dus ze wil alles zelf doen. Dus ik sta er gewoon elke keer bij. Sta er naar te kijken. Ik wil niet dat mensen iets voor je doen, wat dat betreft. Hè? Wel, wat dat betreft. Ik heb een routine. Ja. En ik doe het altijd. Zo, dan moet ik die ene keer dan... Ja, de mensen zijn altijd wel heel lief. En die willen altijd wel helpen. Maar ik heb een routine. Zo, en ik moet het toch altijd doen, dus. Ja, dus het is eigenlijk alleen maar lastig als mensen ja, willen helpen. Ja, dan zeg ik altijd heel vriendelijk van nee, dankjewel. Of ik zeg, wel, dan moet ik u eigenlijk aannemen. Ja. Hiring. Ja, ja. Sarah, wil je even voor de video, want dit wordt natuurlijk een dag voor de video, even zeggen waar we nu naartoe gaan? Oh, we gaan nu naar de kerk. We gaan eerst naar de Christian Reformed Church. En dan, we hebben een heel programma hè, vandaag. Ja, en dan gaan we lekker soep eten. Bij de Olive Garden. En dan gaan we naar de Assisi Christian Home. En dan ga jij we gaan de oudjes blij maken. En om 3:00 gaan we zingen en spelen met ze. Leuk. En dan vanavond gaan we weer lekker happy eten en televisie kijken. Ja, doei! Die zorgt vanavond voor de lekkere hapjes. Ja, zeker. Ik doe stokbrood met geitenkaas en honing en walnoten. En nu moeten we echt nodig gaan. Ja. Doei! Veel plezier! Doei! Sarah is weer aan het kletsen met haar vrienden. Maar ik ga bijna elke dag naar het zwembad om te zwemmen of we hebben ook aerobics. En ik wandel elke dag ook nog. En u bent ook nog actief met oudere mensen, hè? Met andere ouderen. Ik ga één keer in de week en altijd op woensdag naar de Artesia Christian Home. En die Artesia Christian Home in Artesia is opgezet door Nederlanders in 1950.
hebben een gebouw gemaakt en het gebouw is klein begonnen, maar is langzamerhand uitgebreid, meer en meer en meer groter geworden. Zo nu is het een multi-facility, een multi-medical facility geworden. Er zijn kleine huisjes rond waar de mensen nog zelfstandig kunnen wonen. En dan is er een assisted living en daar kun je ook nog zo'n beetje half en half zelfstandig wonen. Maar je kunt naar de eetkamer gaan en dan kun je eten krijgen. En dan is er nog een skilled nursing facility bij. Ook nog als je erg ziek bent en als je hulp nodig hebt van A tot Z, dan kun je daarin gaan. En wat doet u daar? Wat ik daar gewerkt, ja? Ik heb daar 29 jaar gewerkt, maar wat ik daar nu doe, vrijwillig, ik ga er iedere woensdag heen en dan ga ik het orgel spelen voor de mensen en dan hebben ze een boek en dan geven ze een vers op dat ze graag willen zingen. En dan speel ik het en dan zij zingen het. En het zijn meestal die oude, bekende psalmen en gezangen. Er zijn daar ook nog heel veel Nederlandse mensen, oude mensen in. Tegenwoordig wordt het orgel niet zoveel meer gebruikt, maar ik heb zelf een orgel in dat tehuis. En dus die oudjes die vinden dat prachtig als ik het orgel speel, want dat herinnert ze zich nog aan van vroeger. Dat we naar de kerk gingen, dat was altijd een orgel. Ja. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Nee. En u hebt het over die oudjes, zijn ze ouder dan u, de meeste? Of? De meeste zijn jonger dan ik, maar er zijn er nog verschillende die ouder zijn. Er is zelfs nog een vrouwtje waar ik heel veel van hou en zij is 102 jaar. Heel bijzondere vrouw. Ja, nou ja, gewoon superleuk. Ja. En zo goed bij haar verstand en orgel spelen als de beste. Ongelooflijk. Ja. Ja, het lijkt wel alsof een tante is van jou, zoals je met haar omgaat. Ja, zo voelt het. We hebben echt een hele dikke klik. Ja, dus echt heel erg leuk. Een lief mens. En ze vindt ook leuk om over Hattem te praten. En ze heeft heel veel humor. Echt ontzettend veel humor. En dan met de 91 jaar, ze zorgt ook altijd heel goed voor me. Dan maakt ze met de 91 jaar, doet ze nog steeds een luchtbedje voor me oppompen. En dat ligt met een dekentje erop, zodat ik het niet koud heb. En nog een lakentje zus en een lekker kussentje daar. En, zodat ik lekker kan slapen. En sindsdien zijn er ook al vrienden van mij geweest die ook daar waren. Die zeiden, en die komen ook allemaal terug. Als ze haar één keer ontmoet hebben, proberen ze altijd, als ze nog een keer die kant op zijn, om even bij de Langers te gaan of even een hapje eten. En mijn broer Arend, die is al een paar keer geweest, die moest voor zijn werk een paar keer die kant op. Die gaat ook naar dus dat is een dikke mik. Maar zij komt oorspronkelijk uit Nederland, in 1951 geëmigreerd. Ja. En nu is ze 91 in een prachtig klimaat. Denk je soms ook niet van, is dat ook geen plek voor mij? Nou, daar waar ze woont is wel een hele mooie plek, ja. Maar ja, nou, ik weet het gewoon niet hoe mijn leven gaat lopen. Ik, zoals ik nu denk, in deze omstandigheid denk ik dat ik niet in Amerika dood ga, denk ik. Tenminste niet als ik heel oud word. Dat als ik oud mag worden, dan ga ik denk ik terug naar Nederland. Maar zeg nooit, nooit. Ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat zij ook, ze is daar heel graag en ze heeft een leven opgebouwd. Maar ze heeft ook af en toe wel zou ze het wel heel fijn vinden om bij haar broers en zussen hier in de omgeving te zijn. Dus ik weet niet hoe het gaat lopen. Nou, ik hoop dat heel veel mensen haar verhaal herkennen en in ieder geval de leuke herinneringen delen over haar hart die ze heeft. Ja, dat hoop ik ook. Bedankt even voor je toelichting. Graag gedaan. Hoe krijgt u het voor elkaar om nog zo kwiek en energiek te zijn op deze leeftijd? Oh, God is good. Oh, dat is mooi. I love him and I know he loves me.
and Jesus is by my side. Every minute, every second of the day and the night. Nou, He is my strength and toeverlaat. Oh, mooi. Nou, enorm bedankt mevrouw Spannenberg voor dit leuke gesprekje. En alle goed. En misschien tot ooit. Doeg. Dat zou ik heel fijn vinden. Misschien, wie weet. Doeg. Doeg. Doeg.